zou dat hem zijn? Ben u meneer Koedam? Ja. Oh. Grab your coat and snatch your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Wat zijn jullie vroeg op? Oh ja, is dat zo? Maar wij hebben toch afgesproken? Ja, ik ben toch op tijd? Ik wist niet dat we met een boot zouden gaan. Mag ik Gers zeggen? Kijk. Hé? Hey? Hè? Mag ik Gers zeggen? Ja, dat mag. God zou je kromstompen. Waarom doet hij dat dan? Je moet mij altijd hebben, joh. Hé, hey, kunnen jullie daar zo instappen, dat, vanaf dat lagere steigertje? Ja. Hé, hey, maar hebben ze... Waar gaan we naartoe dan? Naar mijn eiland. Naar je eiland? Ik woon hier, ja. Tegen mij kan je zeggen, rot naar je eiland, want ik woon hier, zomers. Oh, ik woon hier. Ik woon hier. Oh ja, dat zilveren dingetje even vast. Ik ben niet zo van het achteruit draaien. Kijk, er komt een grote colerenboot aan. Oh, ja. Ik ben de baas hier, zo. Ah, dat is geruststellende gedachte. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, maar, hey, maar bij Rijnland zeiden ze, je moet die Koedam eens nemen. Voor de grote en de grote Rotterdammers. Maar waar is Koedam dan zo bekend van? Omdat ik 8 horecazaken gehad heb. Die alle 8 succesvol waren, waarvan 6 zeer succesvol. Grote discotheken. Waar duizenden mensen in de week kwamen. Dat zijn Rotterdammers dan zulke feestgangers, wat te verdienen in de horeca? Ja, de beste feestzalen zijn waar in Rotterdam geweest. Oh ja? De Dansrond, Maastheater, nou, waar met Jeff Langebach. Als ik door de binnenstad van Rotterdam loop, dan kan ik een kanon afschieten. Nou, nu op dit moment is het hopeloos gesteld. Ja, de Meent en de Witte de Witstraat en het Looiskwartier en het Havenkwartier. Er zijn wel uitgaansbuurten nog, maar er zijn geen goede... Geen goede discotheken meer, geen goede nachtzaken meer. Goed programma. Ja, goed programma, hè, dit. Ik ben net de eerste 5 minuten bezig, dus wacht het maar af. Nou, ik kan lol beleven, jij. Ik zie nou dat je een hond hebt. Ja. En is dat een enge hond, of... Nou, dat hondje is me overkomen. 6 weken oud was je toen mijn zoontje bij thuis kwam. Zo'n vriendje mocht hem niet hebben. Jij ook niet. Hij mag er dan 3 dagen blijven, dan kunnen we een ander baasje gaan zoeken voor hem. Dan loop ik elke dag in het Kralingse Bos 2 uur, 7 dagen in de week weer of geen weer. Je bent gewoon de lul. Hallo, vriendin, is het zij? Hé, hey, Sita, ja, Sita. Sita Bessie. Oh! Hallo. Hallo, Sita Bessie. Hallo, mijn kom eens even hier. Kom eens even hier. Ga lekker fluit. Dat is wel lekker, zo'n beest. Beter dan een alarminstallatie. Ja. Weet je, even kijken, hoe word ik er nou uit? Even voorlangs. Ik zie toch altijd wel wat soepeler, had ik het. Ja, maar ik ben 70, ik ben geen... Zo. Nee, dat gaat lekker soepel. Hè? Dat gaat lekker soepel. De gele draak is van je vrouw? Of die is van mijn schoonvader. Oké. Okay. En die is genoemd naar je schoonmoeder? Ja. Er zijn mensen die moeten ervoor naar Miami vliegen om zoiets te... De meeste Rotterdammers weten niet eens dat dit bestaat. Aha, dat klinkt raar, maar dat is echt zo. Ik neem heel vaak mensen mee hier naartoe. Oh, ja. En die zeggen, joh, dat hebben wij wisten dat bestond. Dan kunnen wij middels dit programma natuurlijk wel even bekendmaken.
Ja, maar dat is nu al. Ik heb hier ook een interview gehad met Gerard Koks. Okay. En toen, dat heeft ervoor gezorgd dat een heleboel mensen het nu wel weten. Oké. Ja, ik kende jou helemaal niet, nee. Maar je schijnt in Rotterdam wereldberoemd te zijn. Ja, maar buiten Rotterdam helemaal niet hoor. Nee? Nee, daar wil ik ook helemaal niks mee te maken hebben. Oh? Ik ben zeer Rotterdammer. Ja. Oh? Ja. Als je tegen mij zegt, ik kom uit Amsterdam, zeg ik, ja, dat had ook kunnen overkomen. Maar ik heb wat meer geluk gehad in het leven. Gaan we die kant op? Of, Ik was nog wel eens in Café Ari op de Martinissenlaan. En daar zag ik jou dan wel rondlopen, maar ik wist helemaal niet dat je de baas was. Maar hoe is dat zo gekomen, dat horeca-gedoe? Nou, ik werkte op de groentemarkt bij mijn familie. En dat was heel hard werk en ik wilde eigenlijk voor mezelf beginnen. En ook op de markt. Ja. Maar ik wilde niet afhankelijk zijn van mijn familie. Dus daarom heb ik in de horeca gewerkt, want dat verdiende toen de tijd echt heel erg goed. Oh ja? Ja. En als je een beetje salaris in begin 70e jaren, nou, je 300-400 gulden in de week verdiende, was dat veel. Ik in de horeca verdiende tussen de 1000 en 1500 in de week. Zo. Zeker als je in een goede tent werkte. En dat deed ik. Voor mijn 32 jaar ben ik voor mezelf begonnen. Oké. Café de Pui. Dit is de Vlaming waar we nou in zitten. Ja. Kijk nou wat, man. Wat zie je? Dit is het. Hé? Dit is het. Dit is de pui. Hé, hey, we gaan even naar binnen. Oh, sinds de verkoop heb je de deurtjes... zijn nog hetzelfde. Weet ik niet meer. Ja, inderdaad. Ja, de deurtjes zijn nog hetzelfde. Nou, kan ik hier poffen? Dan zeg ik gelijk weer. Ja, met die loopkachel. Ja, ja. Dit is de oude, of de nieuwe eigenaar. Dit is de nieuwe eigenaar en dit is de oude eigenaar. Ja? Ja. En we zijn er niet vies van. Ga maar nog maar een fluitje. Geef ons allemaal nog maar wat te drinken. Ja, ja. Hey, en hoe is het met de inrichting gegaan? Nou, vroeger stond daar een bojard, dat heb ik weggehaald. En waarom? Het heette Café Dennis, we hebben het Café de Pui genoemd. Ja. En we hebben de leestafel hier gemaakt. Ja, nou, die leestafel. Hekjes hebben we hier gemaakt. Nou, dat was zo leeg, dan lag de krantjes allemaal op. Ja, ja. Ja. Ah. Hey, en we rest van op blind paard geen schade doen? Nee. En lekker houten de vloer. Ja. En dat ook, dus allemaal... Nee, hier in een luifel. Hier in een luifel, die is op een gegeven moment wel vernieuwd, een paar jaar geleden. Ja, ja. Maar het moet wel de pui, het is wel de pui gebleven. Ja, het is zijn wel de natuurlijk pui. Wat dingen vernieuwd in het toilet en zo, maar het is wel de pui gebleven qua scheerbeeld. Ja. Ja, ja. Ja, leuk dat hier glazen in het gevonden. Ja, ik zie dus als mensen echt voor het eerst binnenkomen, zie ik ook dat ze voor het eerst zijn. Want wij zien op dat volgende weer. Nee, dit is niet. Maar echt nieuwe mensen die een keer van buiten stad komen. Oké, die nog uit die leuk. Ja. Dus dat heb je dan als herkenningspunt. Ja. Hey, en hier had je een biljart, hè? Toen we het hoorden, die zei, kocht er stond daar een biljart. Ja, maar ja. Dan was de helft van je zaak weg. Oh, en als dat iemand, was de reden. En als iemand gaat biljarten, dan ben je heel je zaak weg. Want je moet ruimte hebben op je keuken. Ja, op die manier. Okay. Dus je flikkerde eigenlijk om een leestafel te staan. Ja. Dit was er allemaal. Dus je zit hier wel. Je hebt eerst de biljarten naar de rand de leestafel gestaan. Oké. Okay. Ja. Hier zaten de mensen. Gewoon even. Ja, je vond van voor gewoon tafels en stoeltjes. Dat heb Jaapie erin gezet. Ja. En er is geen ontsnappen aan, zie je? Nee. Ja, en dat was echt. Je kon er 7 dagen in de week kon je er niet in. Het was zo druk hier. Maar het is maar een heel klein zaakje. Ik heb heel veel werk gemaakt van studenten die daar heel veel woonden in Kralingen. En heel veel werk gemaakt van verpleegsters. Ik had een verpleegstershuis. Het hotel had de bijnaam de Hoge Wipplank. En daar heb ik... De Hoge Wip? De Hoge Wipplank. Waar al die verpleegsters in zaten. Ja, of de Hunkerbunker, werd je ook wel genoemd. Ja, ja. En daar adverteerden wij veel. En liepen de deur plat en organiseerden van alles voor hun. En als je mij daar maar kwam. En dat was een ideale combinatie. Kunstenaars, studenten en verpleegsters. Chemie. Ja? Ik heb mijn vrouw er ook leren kennen. Ja. Daar ga ik bijna 38 jaar mee. Die was ook verpleegster? Die was ook verpleegster. Ja, ja. Ja, ja. Toen ik Café de Pui begon, toen was je niet veel. Hè? De hele binnenstad was er nog niet. De gemeente was er nog niet. Nou, wanneer was dat dan? Nog niet. 77? 77. Oké. Okay. April 77. Ja, maar toen zaten jullie nog steeds over de bombardement. Ja, maar die stad, er gebeurde nog niks in 1977. 37 jaar daarvoor. We zijn in die periode tot nu,
zijn er misschien 100 cafés bijgekomen. En uitgaansgelegenheden, discotheken. En, die waren er niet. Bolwerk was er trouwens ook nog niet toen wij hier begonnen. Oké. Okay. En wat kon je eten? De Chinezen en de Italiaan. Ja. Maar je kijkt, je kan nu geloof ik 45 nationaliteiten eten. Ja, oké. Okay. Hé, hey, maar luister eens. Hierboven was het restaurant. Maar hoe kwam je daar? Kwam je daar hier binnendoor? Net nou, zoals dus bij... Ik had er een deurtje gemaakt, ik had erheen. Maar ja. De meeste mensen liepen gewoon buitenom en gewoon door mijn voordeur naar binnen. Oké. Okay. Dat was toch in die bar, in die televisieserie, Cheers. Dan had je beneden had je die bar en dan boven had je... Ja. Maar dan kon je vanuit het café, maar dat had jij dus daar. Ik had het wel gemaakt, maar ze maakten er geen gebruik van. Beetje nou doorgangetje. Maar waren de kroeggangers hier wel, die gingen wel boven eten? Ja, nou niet, dat viel er al tegen. Ik moest het, op een of andere manier gaan mensen toch niet graag een trap op. Nee, maar dat heeft ook met je kaart te maken natuurlijk. Ja, het draaide wel, maar niet wat ik verwacht had, dat ik het zo zeggen. Ah, ja. Het is een van de minste zaken is dat geweest die ik gehad heb. In 1980 opende schuin tegenover Café de Stoep. Dat was het eerste eetcafé in Rotterdam. Dus waar je gewoon in een café wat kon eten. Je was dus op een bepaald moment je zak aan het vullen met die Café de Pui en met, nee, met de stoep. Nou, ik verdiende goed op brood, maar ik niet echt mijn zak aan het vullen. Daar waren we te goedkoop voor. We rekenen hele scherpe prijzen. En, ik wilde gewoon lekkere, goede, drukke cafés. Dus het was echt druk. Maar waarom ging je dan weg uit de Pui? Of verkocht je het niet? De Pui? Ik kreeg ruzie met mijn compagnon. Oké. Okay. En die nam de stoep en ik nam de Pui. Ja. En daarna ben ik door Henk Tiesma, waar we bezig met Radio Rijnmond oprichten. Ja. Joost de Gast hebben Radio Rijnmond begonnen. Ja, maar toen stootte je de Pui af? Nee, die had ik ook nog. Oh, die had je druk dan bij. Nou, dan ben je toch wel aan het zakken vullen, of niet? Wel, nee. Ja. Nee, in een gewoon café kan je goed je brood verdienen, maar echt zakken vullen kan je niet. Nee, maar iets dat Rijnmond heet, dat verdient sowieso niet veel. Grapje. Jij bent van 1945. Ja, ik ben in de hongerwinter geboren. Kijk. En dat merk je, nood. En dat merk je nou nog. Dat heb ik, ja, ik kom je nooit meer vanaf. Nee. En, maar waar ben je geboren? In welke wijk? In het Oude Noorden. Oude Noorden. Ja. Ik ben in het Oude Noorden geboren en opgegroeid. Ja. En dat was een hele bijzondere wijk, omdat het was een vrij nieuwe wijk met singels en pleinen. En door dit bombardement wilden al die mensen eigenlijk het liefste in het Oude Noorden wonen. Dus iedereen woonde in bij elkaar. Dus in een pand waar normaal 2 gezinnen woonden, woonden er ineens 4 of 5 gezinnen. Heel die buurt die barstte uit zijn voegen. En dat maakte het ook zo'n mooie buurt, omdat het publiek heel gemêleerd was. Dit was mijn speelterrein. Ja. Daar stond een brandweerhuisje. En de voorkant daarvan was het kool, of doel. En aan de andere kant stond een grote boom in de vaandelsbak. Dat was het andere doel. En de hele dag werd hier gevoetbald. Ja, ja. Ah, ja. En op die muziektent, in de muziektent gebeurden allerlei dingen elke week. Wat voor dingen die niet konden? Of? Afdeling van het Rotterdam Philharmonisch Orkest kwam eens in de maand. Nette dingen. Maar ook Ria Valk met de dijtjes en de spruitjes. En, daar ben ik vanaf gelazerd van die muziektent. Hier, kijk eens. Helemaal verbrijzeld. Nou, we waren tikketje aan het spelen. We waren erop geklommen dat ze er niet bij konden, maar ze konden er wel bij komen. Toen zei de eentje, jij tik, jij bent hem. Toen lag ik beneden. Oh? Waar was je dan op geklommen? Ze klommen als je paal omhoog. Helemaal op dat dakje? Ja, helemaal op dat dakje. En daar ook op dat ding. Die klok. Klom ook allemaal op. Die wat? Op dat... Op dat elektriciteitsgebouw met die klok, ja? Daar klommen we ook allemaal op. Okay. Ja, kind zijn, dan ben je gek op klimmen, op een of andere manier. Dat plein is helemaal veranderd, vroeger zag het er heel anders uit. Dat was je heel groot plantsoen en daar kwamen we nooit op. Het was gras met mooie bloemetjes, tot de gemeente besloot om er een hek omheen te zetten. En toen wilden we er allemaal mee zien. Hier speelde dus Ria Valk. Nu wordt hij nauwelijks meer gebruikt hoor, oh? Als je nog gebruikt wordt. Maar toen was het echt, elke week was het prijs. Ze hebben ook rekening gehouden met jou, hè? Ja, dat was toen nog niet. Nee. Dat is een andere, ja. En die stoeltjes die zijn ook redelijk... Punkproof uit. Ja,
Het is redelijk supportersgeweld bestendig. Hoe zit jouw familie in elkaar? Waar komt u vandaan? Ook uit Rotterdam? Allemaal uit Rotterdam, ja. Oké. Okay. Mijn vader die had 4 broers en 4 zussen. Ik ook trouwens. En mijn vader die is kleermaker geworden. Ja. Een hele goede kleermaker. Ja. Hij werkte voor het Rotterdam Philharmonisch en zo. En zwart kleding. En dat wilde ik eigenlijk ook wel, maar hij zegt dat toen, dat gaan we niet doen. Want tegen de tijd dat jij dat kan, is dat uit de mode. Maatkleding. Mensen gaan allemaal confectie kopen, dat is goedkoper en dat is sneller. En dat is, maar de rest van de vier zit allemaal niet goed in en fruit. Op de markt, die reizen de heel Nederland zo'n beetje heen. Dat was wel afwijkend dat hij kleermaker werd. Ja, omdat zijn vader ook kleermaker was en die zijn vader ook kleermaker. En werd hij geknokt op het plein? Geknokt? Ja. Nou, soms. Straten tegen elkaar. Maar niet echt veel. Dat gebeurt om die... Was je een vechtersbaas? Hé? Was je een vechtersbaas? Nou, ik heb heel vroeg leren boksen van mijn vader. Mijn vader kon goed boksen. En vanaf mijn 7e tot mijn jaar of 14, een paar keer in de week trainden we dan. Die slagen zetten en dan gingen we sparren. En dat kwam wel eens van pas. Ik heb een keer ruzie gehad met de Altijn Café op het Zitten Café. En de zoon van de eigenaar was een vriendje van mij, maar door veel sterker dan ik. En die had mijn broertje geslagen. Ja. Steve Japon heette die. Maar wij woonden er schuin tegenover. Dus mijn vader stond voor het raam. En zijn vader stond bij het café voor het raam. Toen ik aanbelde, dat hij even naar buiten moest komen. Hij zei, wat wil je gaan doen dan? Ik zei, nou, gaan we niet stoeien, want je bent wel sterker. Dan nou, gaan we boksen. En dat duurde ongeveer een minuut of twee. Toen is die vader naar buiten gekomen. Hij zei, als jullie vriendjes maken, dan mag je biljarten winnen en dan krijg je een imitatie. Want hij zijn oog zat al dicht en zijn neus lag plat en zijn tanden door zijn lip. Maar toen mocht slaan eigenlijk, ineens. Ah. Ja, daar heb ik veel baat bij gehad. Ik zou verschillen voor het op boksen. Toen zei mijn vader, ken je nou al een beetje boksen? Zeg ik wel, ik ben een talent, ja. En dan komt dan eens mee naar boven, het lagen handschoentjes. Vroeg me de tyfus. Je vader? Ja. Oh ja? Toen was je al in de 60. Je kent er geen pepernoot van. Maar die beleving van die wijken, voel je dat nog? Of? Ja, nog steeds. Dat was zo'n fantastische wijk. En dat Noordplein, dat was ook een heel mooi plein waar de groentemarkt was. En je had de Veemarkt, daar kwam ook veel. Dat was in Krooswijk. Okay. Daar is nu een hele nieuwe wijk gebouwd, maar vroeger stonden daar elke dag honderden koeien. Die werden verhandeld voor het slachthuis. Uh-huh. En als ventje zijn, was je er ook graag. Dat was heel erg interessant. Ja, waarom? Ja, het was een heel andere wereld. Allemaal boeren met petten op en de kettingen met portemonnees eraan. En die stonden een handje te kloppen en die koeien te verkopen. En die koeien die liepen gewoon over straat. Ja. Dat is onder het slachthuis gevoerd. Maar dat vond jij leuk, dat handje klap werk, dat handelen. Ja. Ja. En had je toen in de gaten wat je eigenlijk wilde? Je wilde de groente- en fruithandel in? Ik was een jaar of 10, toen wist ik al zeker dat ik eigen baas zou worden. Oh? Ja, ik ken niet tegen autoriteit. Ik ken niet, ik moet gewoon mijn eigen baas zijn. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. Is het nog wat, Ger? Onherkenbaar. Dit was de ingang van de Radio Rijnmond. Ja. En daarna was het café. Met de stad helemaal leeg lijkt het wel. Ze hebben een soort magazijn. Het is een discotheek. Maar we doen eerst aan Dranghek. Dit is een detectiepoort. Ah, okay. Voor wapens. Dranghekken dus, voor buiten. Dus het is nog wel in gebruik. Hey, maar wanneer was dat nou? 1983. Toen kwam je uit... December 1983 opende Radio Café Rijnmond en Radio Rijnmond. Het was het Radio Café zolang de radio uitstond. Daarna werd het gewoon... het was een nachtzaak. En wat voor publiek kwam hier nou, s'nachts? Te zien. Kunstenaars. Of pleintheater uitging. Dat had je toen nog, dat bestaat nu niet meer. Het echte Hofpleintheater, dus geen kindertheater. Dan stroomde het helemaal vol. Oh ja? En dat bleef dan hangen tot een uur of 4, 3, 4, 5. En hoeveel dagen per week was het open? 7 dagen. Dodelijk vermoeiend. S'nachts sowieso zwaar. Oh. Hard werken.
keihard werken. En dat kunstenaarsfabriek is ook een beetje, toch wel een beetje ingewikkeld, een lastig fabriek. Ga je de deur open gooien? Ja, ik moet naar binnen, jongen. Ja? Mogen we binnen kijken? You make me feel so young. Mag ik even... You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. Ik sta hier dus op heilige grond. Wat zei je? Hier op heilige grond. Hier presenteerde Erik Post. Ja, klopt. Aha. Ja, en Henk van Horen. En Henk van Horen, de Henk van Horen. Ja. Maar herken jij iets terug van... Ik herken niet één centimeter terug. Nee? Niet één centimeter. Het is maar dan ook totaal verjongd. Ja, dat is wel heel anders. Ja, maar ik hoorde net het verhaal dat sinds jij weg bent... dat er ook nog een keer of vijf van eigenaar heeft veranderd. Dus die hebben allemaal een nieuwe... Allemaal de eigen stempel eraan gegeven. Ja. En hier voel je dus weer... toch wel een beetje opkomen van, dat was het een leuke tijd. Dat was een leuke tijd, ja. Ja. Maar was dat de opvolger van de pui, dat de Radio Rijnmond? De opvolger van de pui in de stoep. Oké. Ja. Oké. Maar hoe kan het dat je zegt van, dat is een locatie die wel goed is en niet goed is? Ja, weet ik. Ik heb er geen verklaring voor. Radio van Rijnmond had de Delftstraat. Daar was op dat moment niks. Dat zelfs mijn vader zei, nou ben je toch niet goed bij je hoofd. Dus er is hier niks. Er lopen geen mensen voorbij, er is niemand. De uitgestorven vlak ligt hiervoor. Er stond nog niks, bebouwing, nul. Zwervers van het Centraal Station. Dus ja, maar het gegeven dat je kan zien wat radio gemaakt wordt. Plus de mensen die al werken bij Radio Rijnmond. Plus de koetel die ik heb in de pui en de stoep. Dat alles tezamen. Die zaak liep ook als een spoortrein. En zeker na een uur of 10 s'avonds. Kwam Toet Rotterdam, de scene van Rotterdam noemen ze dat, daar naartoe. En dit heb je 4,5 jaar? 4,5 jaar gedaan. Geëxporteerd. Ja. En wat was het moment dat je zei van, nou, moe? Nou, nee, mijn vrouw die wilde van me af. Ze zegt, godverdomme, 5 dagen in de week tot 5 uur 's morgens sta je in die zaak. Dan moet je opgeruimen en dan drink je nog een borreltje, ben je om 7 uur thuis. Ja. En het weekend ben je zo moe, dan leg je op je nest. Ja, ja. Zeg, dat vind ik niet beuk meer. Ik heb het gelijk verkocht. Dat waren nog de actieve jaren. Ja. 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 Maar meteen verkocht? Ja. Ik was binnen een paar maanden weg. Hmm. Hmm. En die vrouw heb ik nog steeds. Ja. Al 38 jaar. Ja. Nou, daar heb je wel wat voor over gehad. Want ik weet niet of iedereen... Nou, om mij te leven, heb je zeker wat voor over gehad, ja. Nee, maar dat je dit gelijk verkocht. En, oh ja, dat was me alles waard. Ja. Ja. Ja, er zijn er ook een paar die dat niet doen. Nee, mijn vrouw was ook een vriendje, weet je wel. Ik heb een fantastische vrouw. Maar ze had hartstikke gelijk. Ik was er gewoon niet. 4,5 jaar lang niet, hè. En die fout heb je later nooit meer gemaakt? Nee, kijk, toen de dans begon met het Maastheater, toen kon ze meedoen. You make me feel so young. Make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Was je een kwajongen? Ja, een beetje wel. Ja? Ja, een beetje wel. Hoe kon je dat zien dan? Nou, in een van deze panden, daar woonde meneer Eilders. Nee, we mochten nooit op stoepen zitten, want dan gooide hij water. Oh, waarom op je kop? Ja, hij vond helemaal niks. Nee. En dan had hij een paar keer geflikt en dan hadden we als jongetjes zijn er toch wel een beetje genoeg van gekregen. Dat hebben we eerst van Eilders Geilders gemaakt, op zijn naambordje. Zijn deur dichtgebonden, zijn fiets onder de stront gesmeerd en een lantaarnpaal gegeven en toen aangebeld bij hem. Ja, dat is leuk hoor. Ja? Die trok zijn hele deur. Hij zei wel sterk te vinden. Oh ja. En die zat me achterna.
de Wendhuisstraat in. Ja. En ik kon hardlopen ook die vent, maar er stond daar een boom met een hekje eromheen. Dat je vroeger van die hekjes om die boompjes heen. En dat schelde ik altijd. En als hij sloeg, dook ik weg. Dan sloeg hij keihard met zijn klauwen tegen die boom. De hek aan. En dan kon de vent dan, een of andere varkensgezel, zo'n boom van de vent met een bokser stond. Hij zegt, wat is dat ventje? Ik zeg, ja, ik moet boodschappen doen voor die vent altijd. Als ik het niet wil, slaat hij me in elkaar. Hij zegt, zie nou allemaal, bestoot hij me. Oh, je hond is even vast tegen mij. En die sloeg die vent helemaal in elkaar. Meneer Geilders. Ja, meneer Geilders. Hij had de dag van zijn leven. Ja, ja. De fiets onder de stroom. Ja, ja, ja. Ja, ja. Twee dikke ogen. Oh, ja. Ja. Oh, dus zo iemand was je wel. Van, ja. Als het onredelijk was, dan ging je er wel even maatregelen tegen nemen. En jij bent er ook naar school gegaan? Ja, in de Rijverstraat. Maar ik heb het niet getroffen met docenten. Ik zou heel goed kunnen leren, maar dat moet wel mijn aandacht kunnen trekken. En de enige die dat kon was mijn godsdienst leren, terwijl ik niet godsdienst ben. Maar die man kon zo mooi vertellen, het was geschiedenis. Dat vond ik heel erg interessant. En na de lagere school ben ik eigenlijk gewoon gelijk weer gaan werken. Mijn vader die zei, als je wil en je kan het, mag je doorstuderen, ik betaal alles. Maar bedenk wel, dan moet je het ook voltooien, dat je een heel groot gedeelte van je jeugd kwijt bent. Je bent zeker tot tussen je 25 en 30 ben je bezig met studeren en specialiseren, als je dat goed af wil maken. En dan ben je, misschien ga je liever voetballen of misschien ga je liever met vrienden spelen of zwemmen of weet ik veel wat. Ja, daar moet je goed over na gaan denken. Waarschijnlijk vond hij het veel te duur worden. Ja? Ja. Wat een rare afwijkende vader dan eigenlijk. Ja. Want, het is toch meestal zo dat, zeker in deze tijd, dat die kinderen... Ja, maar die tijd was anders, hè? Oh, ja? Ja. En mijn vader kwam natuurlijk zelf uit een arbeidersmilieu. Ja. En had zelf een hele plezierige jeugd gehad. En de broers en zussen ook. En een hechte familie. Die gewoon plezier wilde maken. En, ja. En zeker als je bedenkt je jeugd tot aan je 30ste jaar. Ja, dan moet je toch wel leven. Hallo jongens. Houden jullie de boel een beetje in de gaten? Zullen we hier even wat gaan eten of zo? Ik weet niet of je hier wat kan eten. Ja, er staat... Hallo. Wat is dat, Ger? Dat is Café Japon waar ik het over had. Wie? Café Japon, met die zoon van die café-eigenaar waar ik hier dat gevecht mee heb gehad. En hier heb je die boompjes met die hekjes eromheen. Ja, ja. Oh, dan ging je achter staan. Daar wonen wij. Hier. Oké. Okay. Maar dat is een hele oude foto dit hoor. Ja, met een paardentrim. Paardentrim. Ja. Ik denk dat 1904 hoogstens is geweest. Ja, denk ik. 1905 reed hier alles elektrisch. Was je vader een humoristisch mens? Ja. Heel fijn mens. Heel integer mens was dat. En je moeder, daar heb ik je niet zoveel over gehoord. Had je daar wel een beetje een band mee? Ja, mijn moeder praatte weinig. Mijn vader praatte heel veel en ik luisterde. Ja. Hij had altijd wat te melden, die man. Ik kon ook vragen aan hem stellen. Ik kon alles aan hem vragen en meestal kreeg ik er antwoord op. Ja. Maar ook op de terreinen waar moeders eigenlijk de vragen moeten beantwoorden? Nee, was er niet bij. Dat deed hij niet? Nee. Nee, mijn moeder die was gek op de kinderen, maar daar kon je niet echt mee praten, had ik maar zeggen. Nee. En de omgang met je broers en zussen, is die intens geweest? Ja, we hadden een hele hechte, heel mijn familie woonde hier. Dus alle tantes en alle ooms, in een straal van 300 meter woonden ze allemaal hier. En dat was een grote familie, we hadden bij elkaar een mannetje of 100 wel, neven, nicht, tantes en ooms. Dat was één klont, dat was echt heel erg. En familiefeesten was altijd een gebeurtenis, het was altijd, dat waren zulke leuke feesten. Deed ook allemaal, iedereen deed ook wat. Hele voorstellingen gingen ze repeteren. Drie musketeers met kostuums en al. En de repetities waren het leukste, want het was flink gezopen natuurlijk. Oh ja? Dat was fantastisch. En op de avond zelf, die drie musketeersavond, toen ze eindelijk op moest treden, was zelf Lazarus. Die was zijn rol kwijt en die zijn degen en een zootje op dat toneel. Carthago 90 will be a festival the like of which Europe has never seen before, from the 1st until the 26th of August 1990.
a completely new city will arise as big as New York's Central Park in a place that no one thought possible. It will astonish the world. An international city that never sleeps. A spectacle that never stops. Within a month, a million people from all over the world will come and enjoy all sorts of culture and entertainment. In Rijnmond is het idee ontstaan van Carthago. Oh? Ja, in Rijnmond, Rotterdam zou 650 jaar bestaan. Ja. En de burgemeester had gevraagd om ideeën om feest te vieren in de stad. En wat het dan zou moeten zijn. En er was een soort van prijsvraag of zoiets, ik weet niet precies. Maar ik had verzonnen, Concouille Piek op de Kolsingel. Dat je met achtergrond het stadhuis, die paardjes en dat dingen. Ja. Het nabouwen van de Schiedamse Dijk, op de Schiedamse Dijk, met hoerententen en met dansgelegenheden. Zoals het vroeger was. Ja. Of een professionele tomaatsvlakte. Ja. Nou, dat laatste was vroeg gelijk aan. Oh. Want die vlakte die is enorm. En de pop is wel naar iedereen leuk. De laatste die we hadden was in 1970 in het Kralingse Bos. Ja. En dat is gewoon wereldberoemd geworden. Ja. Plus we kregen Mojo mee. Die gaat ook wel zitten. Wat is Mojo? Mojo is een heel groot organisatiebureau. Ja. En we leerden Bill Graham kennen, een hele grote poppromotor. Die leerden we kennen in Londen. Carthago 90 is divided into four main areas. The city center, with its own city hall, hospital, grand hotel, conference center, and exhibition center. With four museums, eight theaters, six music halls and six open-air stages. Het zou een driedaags festival worden, maar mensen die voor Mojo werken, Michel Wijsvis en Barry Visser, dat is een compagnon van een van de compagnons, die zeiden van laten we er een maand van maken en laten we een hele stad gaan bouwen. En dan niet alleen popmuziek. Maar ook jazz en blues en optredens en een kinderwijk en weet ik het al. Het deed er maar uit, dat hele verhaal. Alhoewel het draaiboek bijna klaar was en op papier alles in kannen en kruiken, besloot de organisatie zelf de knoop door te hakken. Carthago 90 bleek niet haalbaar. Megasterren zouden de grote publiekstrekkers moeten worden. Maar de organisatie kwam terecht in een vicieuze cirkel. Popsterren lieten weten, geen concreet geld, geen muziek. En sponsors zeiden, geen popsterren, geen geld. Mooie trok de stekker eruit op een verjaardag, 20 januari 1990, trok Mooie de stekker eruit. Waar Bill Graham bij was, de Amerikaan. En ze kwamen met het verhaal van, ja, er moeten deposito's betaald worden toch voor die band. Ja. Ze zei Bill Graham, ik had er nooit voor één band deposito over te betalen, daar is mijn naam te groot voor. Een ander is er niet. Ze hebben een monopoliepositie, Mojo. Ja. Het is Mojo of het is niks. Nee, maar wat was de reden dan dat ze daar plotseling... Dat is nooit helemaal boven water gekomen. Toen de tijd snapte er in ieder geval helemaal geen pest van. Zo lang mee bezig geweest, ook met Mojo. En nu? Snap je het nu beter? Nee. Laat je het achterste van je tong nu zien? Of, Ja, ik zou het echt niet weten. Okay. Het enige wat ik kan bedenken, en dat is een plausibele reden, dat het zo groot gegroeid was, een soort Olympische Spelen zou het gaan worden op een gegeven moment. Ja. Zo mensenmassa en stad bouwen en weet ik het allemaal niet wat. Dat ze dachten van die ballon die blaast zichzelf wel op. Dat gaat dus niet. Dat zou ik kunnen begrijpen. Mm. Maar het is nooit uitgesproken. Mm. Maar dat is uiteindelijk ben je daar behoorlijk bij ingeschoten. Toen het niet doorging, had ik toch een probleem. Omdat ik had geen geld meer. Maar er waren wel mensen die geld van me kregen. Je was een beetje failliet dus. Ja, ik ben nooit failliet verklaard, nee. Maar ik was het wel. Toen was je dus naar de kloten. Ja, toen was ik goed naar de kloten. Ja. Toen heb ik een tijdje ondergedoken gezeten bij kennissen. Ondergedoken? Ja, ik wilde even met niemand wat te maken hebben. Ik wilde geen mensen om me heen. Dat was in januari? Ja. Wanneer stak je je kop weer boven het maaiveld uit? Nou, in april zo. Oké. Okay. Toen kwam de dansvorm in zicht. Dit was een vies gat onder de brug.
Waar mensen de hond uitlaten en waar de stront stonk en de pis. Dit stond er niet. Ja. Dit stond er niet. Dit was een één groot leeg gat. Ja. En ze wilden er eigenlijk... Rotterdam Waterstad wilde eigenlijk een museum bouwen. Maar toen Carthago niet doorging, toen vonden wij het een beter idee om in een discotheek te beginnen. Een groot stedelijk uitgaansgelegenheid. December vorig jaar. Horecaminnend Rotterdam haalt opgelucht adem. Eindelijk iets nieuws. De danssalon wordt geopend en Toets Rotterdam is erbij. Het was ingericht naar een idee en naar een film van Peter Greenaway. De Thief, de Cook, His Wife and a Lover heette die film. En dat was draperieën en met de kroonluchten en de penozetent eigenlijk. De eerste gedachte die door mijn hoofd flitste toen ik binnenkwam was Derde Rijk. Hoe bedoel je Derde Rijk? Ja, met die pilaren, met die adelaars erop. Ja, ik moest gelijk aan speer denken. Ja. En ik was niet de enige, want ik sprak nog iemand, die had het ook. Als je binnenkwam, zat er een bloedmooi meisje op een hele grote vleugel Rachmaninov te spelen. Tot 12 uur, klassieke muziek. En pas om 12 uur, met een bepaalde burana heette dat geloof ik, die muziek, werd er dan gespeeld en is iedereen, en nou gaan we dansen. Dan stroomde die dansvloer vol en dan begon de discoavond. Zondags hadden we een big band van 20 man. Weet jij wat we gaan doen, Keus? Dat weet ik heel zeker, Ger. Vanaf aanstaande zondag wordt een vooroorlogse traditie in ere hersteld. De laatste keer in Pjor en vanaf aanstaande zondag in de danssalon. Elke zondagnacht een 24-man big band met wisselende vocalisten en entertainers. We zijn vreselijk gelukkig met die zaak, want we zaten vorig jaar, anderhalf jaar geleden, na Carthago, in een vreselijk diep dal. We hadden er de pleuris in met z'n tweeën en we hebben keihard gewerkt aan deze zaak. We hebben al onze ideeën en creativiteit erin gegooid en het wordt een succes en dat heb je nodig op dat moment. Maar had dit ook mislukt of niet goed gaan lopen, dan ga je twijfelen aan jezelf. Twijfelen hoeven de heren Koedam en Hanenberg niet aan zichzelf. Binnen een jaar tijd veranderde de dode plek onder de oprit van de Willemsbrug in een goudmijntje. Ja, die is nou dood, die is nou dicht. En er is niemand ook. Waar? De ingang lag vroeger en één lag vroeger ietsje verder. Maar hier was vroeger de garderobe. Aha. Daar stonden ze in de rij buiten. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Onder de 21 mocht je niet eens naar binnen. Oh? Ja, en alle jaren moest je een meisje van de jaar achter zulke mooie titel. Die mocht natuurlijk wel naar binnen, maar... Ja. Maar er werd toch wel streng aan gehouden. Dus het was... Of leeftijd of kutmaat. Ja. Oké. Okay. Omdat de ervaring leerde dat zodra je de jongens met gympies toelaat, ze ook trainingspakken aan gaan trekken en zo. En dan krijg je een soort publiek met gympies, trainingspakken, gouden kettingen, al dat gedoe. En dat, daar zit ik eigenlijk niet zo op te wachten. Ik vind als je naar een danssalon gaat, en zeker in deze ambiance, dan mag je toch wel een klein beetje fatsoenlijk aankleden. En waarom ben je ermee genokt na 4 jaar? Hè? De dansen ben ik na 1,5 jaar genokt. 1,5 jaar al? Ja. Waarom? Ja. Omdat we er ineens heel veel geld voor kon krijgen en ik was moe. Ik was moe van s'nachts werken, spanningen. Er waren heel veel spanningen ook, want er gebeurde aan die deur s'nachts wel regelmatig allerlei vervelende dingen. En ik was gewoon moe. Ik had er geen zin meer in. Toen we verkocht heb ik weer lekker gaan reizen. Hoe? Overal in Sint-Petersburg, Thailand, duiken in Thailand. Dan helemaal vrienden mee naar Thailand. Gaf ik allemaal naar duikcursus. Huurde ik een schoenen en dan gingen we lekker duiken. Seven Islands. En toen? Was het geld op? Toen gaat het op. En toen had ik nog wel genoeg over om vrij te lenen, kon ik de Maastheater beginnen. En dan beginnen we allemaal, hè. Van voren af aan. Dat is Maastheater, dit ligt de fundering van de oude Maasbrug. It seems just like yesterday when we were standing here. Yankee
Yankees hat upon my head and your voice in my ear. Nou, wat is dit dan? Die... Dat is een kunstwerk van Auke de Vries. Dat heeft geloof ik 5 ton gekost. Oh. Maar, ja, ik wil niet veel zeggen, maar als je mij nou had gezegd van ja, dat is om de brug in evenwicht te houden, dit had ik het ook geloofd. Ja, dat vind ik geen kunstwerk dit. Het is wereldberoemd. Echt waar? Ja. Maar ik ben trots. Ik ben trots dat ik als Rotterdamse jongen een uitgaansregelaar mocht bouwen in de aars van de stad, dat is die brug. Dat gat onder die brug. En dan ook nog eens een keertje een uitgaansregelaar mocht bouwen op de oude fundering van de Oudemaarsbrug. Waar in de oorlog de Duitsers tegengehouden zijn 3 dagen lang. Ja. Dat is een monument, dat mag nooit weg. Daar hangen plaketten van de mariniers die daar gesneuveld zijn. Ja. Dat waren dure tenten om te bouwen. Zo'n Maastheater, die kostte 2,5 miljoen gulden toen de tijd. Dat is best veel geld. Want het moest... Dat daar Italiaans marmeren vloeren in. Dat zijn de lampen die waren geblazen in Murano, in Venetië. Maar dit is de oude fundering van de brug. En door die bogen er stroomde het water heen. En wat de Maasbodem is, daar hebben wij de dansvloer van gemaakt. Dus er zitten 5 lagen glas in die bogen. En alle lagen zijn zo dik. Ja, beneden niet. En soms staat het water tot aan de bovenkant van die bogen. Dus er staat te dansen onder Maasniveau. Oh. En als het winters vriest, dan gaat het ijsje kruien tegen die ruit op. Dat is spectaculair. Oh? Of als het was spectaculair, het is nu geen dancing meer, het is nu een sportschool geworden. En daarboven hadden we een restaurant, TGI Fridays. Thank God It's Friday, dat ken je wel, hè? Uit de Verenigde Staten. Daar hadden wij de franchising van. Maar ik kreeg ruzie met een aantal, want ik had niet genoeg geld om het allemaal te ontwikkelen. Met een aantal aandeelhouders. Ik zeg, joh, ga het dan zelf maar doen, ik trek me terug. En daarna is het failliet gegaan. Maar het is een fantastisch punt. God. En hier heb ik als kind gespeeld. Maar hoezo heb je hier als kind gespeeld? Want je woonde toch... In het Oude Noorden. Nou, als kind zijn we terug in het water. Allemaal naar de rivier. Ja, maar het is toch pokken in het lopen, of niet? Het lopen, dat hadden we helemaal scheid aan. We liepen gewoon de hele stad heen. Vroeger liep ik naar mijn werk. Naar Marconiplein, dat is 10 kilometer. Elke dag heen en terug. Ja. Even genieten van... daar is de hef. Nou, dit was de spoorbrug. Hier liep de trein overheen. Oh. En dit was de voetgangersbrug. Die liep naar die andere kant. Ja, en het verkeer toch? He? Ja, en het verkeer. Ja. Nou, dit is natuurlijk een spectaculaire plek. Het Maastheater is dus uiteindelijk ook verkocht en toen ben je weer in een cafeetje terechtgekomen. Maastheater, ja. Toen ben ik weer een tijdje weer niks weer doen. Ja. Weer wezen reizen. Ja. Maar het heeft iets lang geduurd. Ik verveelde me, dat was een... Na 2 jaar had ik dat al genoeg. Hier op mijn eiland, nou zit je op je eiland. Nou, dan zit je dan op je eiland. Ja. Ik verveelde me de pest. Maar toen ben je Café Ari begonnen. Ja. En dat hou je nog steeds vol. Je bent nu 70 en dat hou je nog steeds vol. Nou, nu blijf ik hier tot ik niet meer kan, tot het niet meer gaat. Okay. Ik ben wel een stuk minder gaan werken. Ja. Mijn kinderen die doen het meest. Mijn zoon is heel erg goed geworden. Ja. Die met die grote smoel is dat ja. Toch? Ja. Ja, die doet het echt heel erg goed. Ja. Die is erg gegroeid de laatste jaren. Ja. En dan als ik moe ben, dan ga ik hierheen. Dan heb ik het hartstikke naar mijn zin. Ja. Hey, maar denk nog eens terug aan dat grapje over die Rotterdammer. En dat je meer geluk hebt gehad dan ik. Ja. Zou je zo'n zaak ook in een andere plaats, zo'n leven ook in een andere plaats hebben kunnen hebben? Nee, denk het niet. Waarom niet? Omdat ik Rotterdam ben. De Rotterdamse mentaliteit staat mij zeer aan. Ze hebben allemaal een grote bek, maar een klein hartje. Je kan afspraken met ze maken. Ze willen niet gelijk met je op de foto. Het is gewoon de mentaliteit van de Rotterdammer die mij zeer aanstaat. En daar werk ik graag mee en in. Hmm. En ik denk zelf, misschien is het niet zo, maar ik denk dat het niet zou lukken in Amsterdam of in Den Haag. Ik heb helemaal totaal geen belangstelling voor. Utrecht. Dan krijg je ze voor niks. Hmm? Nee, dan krijg ik een café voor niks. Hmm. Dat is toch raar eigenlijk? Ja, misschien wel. Misschien ben ik nog een beetje raar. Hoor. Ivoren balletjes. We hebben onze eigen ballen. We hebben onze eigen keuken. Dat zijn er maar 2. Dat zijn er maar 2. Vergeet helemaal te zuipen.
Als je me nou vraagt, vind je dat lekker? Ja, dat vind ik heerlijk. Ben jij een suiker? Ja. Nou, ik ben een liefhebber. Voor een cafébaas toch niet zo'n... Nou, om mijn werk drink ik nauwelijks. Zo handig. Maar daarna wil ik in mijn vrije tijd en als het gesloten zijn, dus ik wel wat. Ik vind het gewoon lekker, maar mijn hele familie drinkt. En er worden allemaal 90, 95, 94. Ik had één oom die ook niet. 70 niet gehaald. Raar, hè? Die dronk niet en die rookte niet, die sportte alleen maar. Dat is slecht voor je volgens mij. Ik ben wel blij met deze quote. Dan moet je eens ergens mee. Die is te zacht. Ik heb alleen maar successtories gehoord. Heb je ook verdrietig... Ja, Carthago Festival. Ja, maar dat is ook weer iets. Ja, dat was kloot hoor. Ik voelde het niet meer echt. Zat echt. Dat kwam als een mokerslag. Totaal onverwachts. Ja. Maar hoe is het met je familie verder afgelopen? Je hebt een broertje heb je verloren. Ja, maar dat kan ik me niet eens meer herinneren. Dat was nog zo jong. Die was een paar maanden oud geworden. Oké. Okay. Ja. En je vader en moeder, hebben die nog lang geleefd? Mijn moeder is 5 jaar geleden overleden, mijn vader 15 jaar. Er komt een tijd dat Gert Koedam het loodje legt. Ja. Hoe wil Gert Koedam herinnerd worden? Ze interesseert me geen reet. Nee? Nee. Komt er geen grafschrift? Wel nee man, we zijn een duivenstrontje. Over 100 jaar weet je helemaal niet dat je bestaan hebt. Nee. Geert Cox die komt op zijn graf te staan. Als je dit kan lezen, sta je veel te dichtbij. Maar dat en J.C. Bloem staat voorbij, voorbij, het is allemaal voorbij. De oude Noorder liep je graag hierheen, want je speelde hier langs het water. Dat was heel spannend. Al die schepen die voorbij kwamen, die al pontjes waren, van 5 cent kon je erover kon varen en naar Katendrecht. Kon je ook zwemmen hier? Ik heb hier nooit in gezwommen, eerlijk gezegd. Waarom niet? Dat weet ik eigenlijk, daar kan ik eigenlijk geen verklaring voor geven. Misschien angst, weet ik niet. Er stond af en toe hele sterke stromingsijzer alles. Ja, want hier heb je de invloed van Emperor Voetman. Ja, ik heb wel heel veel gezwommen in de Rotte en in de Kjanische Plas. Heel veel gezwommen, maar niet in de Maas. Heb ik nog nooit gezwommen. Oh. Nou ja, het is lekker weer. Kan altijd nog. Ga je gang. Ja. En dit zijn de momenten dat je denkt van, wat heb ik een geluk gehad dat ik hier geboren ben. Ja, ja. Ik heb kunnen doen wat ik wilde. En dat doe je nog steeds? En dat doe ik nog steeds, ja. En als ik het eenmaal in mijn hoofd heb, dan heb ik het niet meer reeds zitten hoor. En ik heb een goede compagnon gehad, Koos Aardenberg. Die kon dingen, onmogelijke dingen voor elkaar krijgen bij gemeentelijke instanties, bij banken, bij de overheid. Als wij zeiden van nou dat gaan we doen, dan kwam het erop. Maar heb jij nooit een groot verdriet in je leven gekend dan? Nee, ik heb, nee. Maar komt dat omdat je alles zo goed naast je neer kan leggen? Ja, dat denk ik. Ik ben een heel optimistisch mens en ik sta fluitend op 's morgens en elke dag begin ik opnieuw. Elke dag begin ik gewoon opnieuw. En dan kijk ik naar uit. Weer een nieuwe dag. En ik ben er nog steeds. En zeker als het ouder wordt, ga je heel veel mensen wegbrengen die jonger zijn dan jij zelfs. En dat worden er steeds meer, weet je wel. Ja, ik ken dat ook een beetje. Ja. Ik trainde vroeger 5 keer per dag in het Gramische Borst met Lee Jansen, een bekende bokser was dat. Ja. Elke morgen om 8 uur mijn hele ploeg. Maar ik zag geen borst. Nu ben ik wat ouder geworden en ik heb een hond. Ik loop nu ook elke dag in het Kralingse Bos. En nu zie ik ineens het bos. Ik zie de plantjes en ik zie de vogeltjes en ik hoor de geluiden. En ik proef de sfeer en ik voel de wind. Het wordt steeds mooier. Naarmate je ouder wordt, wordt dat wel steeds mooier. Maar kan het zijn dat je te intensief bezig geweest bent met zakelijke dingen? Of, ja, ik heb bij echt de pers gewerkt. Maar heb je daardoor het gevoel op, je bent nu 70, heb je daardoor het gevoel dat je iets gemist hebt? Nee. Dat had zo moeten lopen. Ach, ik zou het gelijk weer zo doen.